We vinden het als gemeente Eindhoven heel erg belangrijk dat er meer aandacht is voor duurzaamheid. Want het is hard nodig. We moeten echt beter gaan voor die betere leefomgeving en behoud van aarde. Zijn jullie bereid om ook echt iets te gaan doen naar je eigen gedrag? We hebben gezamenlijke doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid om daar veel meer in te bereiken. Bijvoorbeeld anders gebruik van machines, maar ook andere werkmethoden en omvormingen. Van bijvoorbeeld gezond naar kruidrijk gras, wat ten goede komt voor de biodiversiteit. En zo ook het hergebruik van blad, wat we opnieuw willen gebruiken als meststof. En ook van grijs naar groen. Grijs houdt warmte vast, groen heeft juist een verkoelend effect. Vandaar dat we ook nutteloze verharding, daar gaan wij goed en zorgvuldig kijken van wat is hier om te vormen naar groen, zodat we een trottoir van 5 meter krijgen, maar ook een mooie groenstrook. Wij zijn vandaag bij elkaar om een samenwerking te vieren tussen gemeente Eindhoven, Brouwers Groen en jongsleden ook Smits. Het samenwerkingscontract gaat ook vandaag ondertekend worden voor de nieuwe contracten die we dit jaar gestart zijn. Waarom we er even bij stilstaan en het even willen vieren is nou toch wel punt 1, de noodzaak. Er is echt gewoon een grote noodzaak dat wij anders omgaan met deze wereldbol. En zo'n bestek, beheer openbare ruimte, is eigenlijk een hele mooie tool hoe dat we dat kunnen doen. Alleen dan moet je het samen wel willen. En wij merken gewoon hier van zowel uit de gemeente Eindhoven als uit de combinatie dat er echt wil is om zaken te veranderen en zaken aan te pakken. Naast dat wij een hele hoop toffe dingen doen, staat die samenwerking ook vandaag centraal. Kijk, we kunnen heel makkelijk in die opdrachtgever-opdrachtnemerrol gaan zitten. Alleen, we zullen het allemaal samen moeten doen. Kijk, gaan wij in die hokjes zitten denken, ja, daar gaan we er never nooit niet komen. En we zullen de krachten moeten bundelen, kennis moeten bundelen om uiteindelijk die groene en gezonde leefomgeving ook naar Eindhoven te kunnen brengen.